Ondanks de slappe economische situatie neemt de bonbon in Nederland nog voortdurend in luxe toe. De betere bonbon is een populaire delicatesse geworden die sociologisch gezien niet langer het zoete privilege vormt van een bevoorrechte bovenlaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou wel een bonbonnetje lusten. Ja. Maar geen bitter. U hebt toch wel geen bitter? Ik heb een heerlijke melkchocoladepraliné. Die komen op 3,90 bij ons. Zijn die hard? Ze hebben een nogatinevulling. Hard? Ja, ik hou niet van hard. Moet je zo... Moet je zo werken. Het moet een beetje vanzelf gaan. Een bonbon moet een beetje een feestje blijven. Bonbon is een feestje. Hey. Dus ik hou niet van hard. Liever, anders kan ik net zo goed ons toffeest kopen. Ja, niet dan. Neemt u dan wat gemengde bonbons? Of een doosje? Ja, nee, zit altijd harde bij. En bitter zit altijd bij. Nee, ik wil één bonbon. Van melkchocola. En zacht. Niet hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop. En ik bijt. Dat ik doorbijt. Dat is ineens zo loopt in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat wil ik. Daar wil ik één type bonbon van. Ah, u bedoelt een liqueurbonbon. Met bijvoorbeeld Grand Marnier vulling. Zal ik daar een onsje van doen? Juist, ja. Nou, doe maar een pomp. Maar mag ik dan misschien eerst eentje proeven? Dat ik weet. Natuurlijk. Ja. Juist, ja. Oh. Ik slok hem ineens door. Hij was ineens weg. Heb ik hem ineens goed kunnen proeven. Ja, maar nog eentje proberen, want voordat ik een pond koop. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Wauw. Oh, dat komt nat. Vlaat er veel nat zit er wel in, ja. Ik doe mijn hele mond. Nee, vind ik geen lekkere bonbon. Ach. Vind u echt een gezegd, hè? Oh nee, helemaal niet. Zoveel smaken, zoveel bonbons, hè? Geef het hem een vieze bonbon. Een vieze bonbon, hè? En dan daar een heel pond van, moet je aan denken. Bah. Vieze, moet er bijna een beetje overgeven van die bonbon. Ik kan moeilijk hier de zaak... Ga ze dan overgeven. Dat kan toch niet, hè? Dat kan toch niet? Komen de mensen binnen, moeten ze over zijn grote uitsmijter van de kots... moeten ze eens stoppen om bij de bonbons te komen. Dat kan niet. Ik moet thuis maar gaan overgeven, denk ik. Maar gauw naar huis, want ik kan hier toch niet gaan overgeven. Dat kan toch niet, hè? Nou, kom ik andere keer wel terug voor andere bonbons te proberen. Hè? Dag. Dag. Goedemiddag. Ik zou wel een amandelkoekje lusten.